Euskan Akjol krijgt kritiek van Evert Santegoets en Rob Gozes na zijn optreden bij Vandaag in Zeit, waar hij volhield dat er een filmpje van Matthijs van Nieuwkerk bestaat. Volgens Akjol zou dit filmpje in Hilversum circuleren, maar niemand anders heeft de beelden gezien. Rob Gozes noemt Akjol's optreden niet sterk en vraagt zich af of mensen na deze uitzending nog geloven dat het filmpje echt bestaat. Evert Santegoets gaat verder en noemt Akjol een backstabber en een gevallen presentator. Hij vindt dat Akiool zijn mond moet houden en zich moet schamen voor het verspreiden van valse verhalen over een niet bestaand filmpje. Santegoeds voelt zich geschoffeerd door Akiool, die volgens hem privé en andere media op één hoop gooit en ten onrechte als bagger bestempelt. Hij beschuldigt Akiool van het laten vallen van een vriend, Matthijs van Nieuwkerk, zonder enig bewijs voor het bestaan van het bewuste filmpje en concludeert dat Akiool voor hem helemaal klaar is.